zijn weinig landen waar de elementen zo voorhandig zijn als in Nederland. Qua infrastructuur, qua opleidingen, qua meertaligheid. Dus eigenlijk ligt het veel meer aan onszelf. En hoe we in staat zijn om te verbinden, hoe we in staat zijn om al het kapitaal wat er is en ook alle kennis die er is, hoe we die willen vermarkten. Vaak is dat meer een kwestie van een wil. Dan iets anders. Natuurlijk hebben we het altijd over kapitaal, maar eigenlijk is er ook genoeg kapitaal. Het kapitaal is misschien te gefragmenteerd, te versnipperd, maar waar goede ondernemers zijn en goede bedrijven, daar vindt het kapitaal ook zijn weg. En er zijn dus wel allerlei barrières, maar in wezen hebben we alles om op zijn minst het beste ecosysteem voor start-ups en scale-ups in Europa te zijn. Dankjewel. Vanmiddag hebben we twee prachtige inleidingen gehad. De ene ging over studieportals en die gaat de universiteitswereld, denken wij, op zijn kop zetten. En de tweede ging wat eraan zit te komen op het gebied van virtual reality, artificial intelligence, de wereld van de robotisering. Vindt u dat Nederland, en dan moet u even streng kijken naar de overheden, voldoende doet op dit gebied? U overziet een beetje in heel de wereld wat er gaande is. Zijn wij voldoende actief op het gebied van de data science, de grote disruptieve ontwikkelingen die voor de deur staan en wat de nieuwe wereld van de robots kan gaan betekenen voor bijvoorbeeld onze maakindustrie? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat wij, als je kijkt naar Europa als geheel, als je kijkt naar de investeringen die gedaan worden in China en in de Verenigde Staten, in Israël, dan valt Europa echt weg op dat gebied. Dus dat heeft ook de Europese Commissie wel erkend. Dus artificial intelligence vooral als een onderwerp waar veel meer in geïnvesteerd moet worden. En dat is vooral belangrijk, want als we dat niet meer doen, we hebben nu ook al gezien, in de presentatie stonden nogal veel mannen. Dus als je mannen laat programmeren, dan programmeren ze ook voor mannen. Hetzelfde als je Chinezen laat programmeren, dan programmeren ze voor Chinezen. Dus als Europa wil meespelen, niet alleen economisch gezien, maar ook als wij willen dat wij onze normen en waarden kunnen doorzetten, dan moeten we in dit spel een rol spelen. En op zich, het werd al genoemd, de start-up van Elon Musk. Want Elon Musk is misschien bekend, maar een criticus van artificial intelligence. En hij zegt niet dat artificial intelligence slecht is. Helemaal niet. Hij zegt alleen, als het in de verkeerde handen valt, is het heel slecht. En de verkeerde handen, het kunnen mensenhanden zijn. Dat kunnen ook weer geprogrammeerde machines zijn. En hij heeft dus, zijn start-up heeft zich vooral erop georiënteerd. Dat is OpenAI. Om zo snel mogelijk artificial intelligence te ontwikkelen en daarin op kop te lopen om die ontwikkeling nog enigszins vorm te kunnen geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus los van al het werk wat wij doen op het gebied van start-ups, want dan moet ik ook naar de markt gaan en het kan allemaal wel in laboratoria blijven liggen, maar je moet vooral, het moet ook even echt zijn impact hebben en dat kan op verschillende manieren, maar een van de manieren is via ondernemerschap en start-ups. Maar het gaat ook over je intellectueel en wetenschappelijk op dat niveau kan bijdragen en vooraan kan blijven lopen, zodat je nog een stem hebt aan die tafel. En dat het niet alleen maar Amazon is of Alibaba die bepaalt hoe wij onze maatschappij gaan indelen door de algoritmes die ze gebruiken. Dus ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. En we kunnen, het is misschien heel goed om kritisch te zijn op die ontwikkelingen. Maar je moet positief kritisch zijn. Dus je moet kritisch zijn omdat het ook verkeerd kan gaan. Je kan niet kritisch zijn en dan niks doen. Want dan ben je degene die moet volgen wat anderen je dicteren. En dat is volgens mij een positie waar we helemaal niet in willen zitten. Ja, dankjewel. Nu investeren wij als regionale overheid samen met onze universiteiten heel veel in data science. En ook op het gebied van robotica zijn we zeer actief. En ik kom gelukkig heel veel positief gestemde ondernemers tegen die de kansen zien. Maar ook besef als ze niets doen wat voor bedreigingen op hen afkomen. Maar er zijn er ook een aantal bij die zeggen, joh, die race is al gelopen. Daar zit het Amerika, daar zit het kapitaal. En we kunnen wel heel veel ontwikkelen, maar het wordt opgekocht door Amerika. En dan zijn we het kwijt voor het ecosysteem wat hier in Nederland zich afspeelt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dan denk ik dat die mensen een hele korte tijdshorizon hebben. Want Facebook bestond 15 jaar geleden nog niet eens. En Google is ook pas 20 jaar oud. Dus daarvoor was het voor iedereen alles nog mogelijk. En dat zou dan nu in één keer door die paar ongelooflijke bedrijven, want die zijn er, zou dat in één keer niks meer mogelijk zijn. En tot wanneer? Tot over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar? Wat gaan we dan hier gewoon allemaal zitten consumeren? Wat anderen ons voorschrijven? Natuurlijk niet.
Ik denk dat er heel veel gebieden zijn waar nog ontzettend veel ruimte is om te ontwikkelen. Je ziet iedere dag weer nieuwe start-ups opkomen op gebieden waar je dacht dat het helemaal al georganiseerd was. En die bleken weer nieuwe gebieden te kunnen ontwikkelen. Je ziet weer nieuwe manieren hoe mensen geld aantrekken. Dat was, geloof ik, net vandaag was nog een artikel van over een ICO, of een initial coin offering van een bedrijf die heet Telegram. Dat is gewoon een communicatieservice. En die hebben in 40 dagen, geloof ik, 1 miljard opgehaald om hun app te ontwikkelen of hun dienst te ontwikkelen. En die dienst bestaat nog niet eens. Dus zij kunnen het wel, blijkbaar. Ze kunnen iets wat nog niet bestaat, kunnen ze al voor 1 miljard verkopen of investeringen aantrekken. En dan zouden wij allemaal in Europa zeggen, met alle kennis die we hier hebben, van nou, de race is al gelopen. En dan denk ik van, kijk dan eens, wie zijn al die slimme mensen die bij Facebook en bij Google die dingen schrijven? Voor zeker 30-40% zijn dat Europeanen. Als je kijkt hoeveel van de buitenlanders in Silicon Valley toonaangevende bedrijven starten, daarvan zijn heel veel Europeanen. En ook Nederlanders. Dus het gaat erom of je de juiste sfeer en de juiste ecosysteem kan bouwen waar deze kennis ook tot marketable products worden gemaakt en die snel kunnen groeien. En dat hebben we gewoon zelf in de hand. En we hebben, als we allemaal zouden streven binnen de domeinen waarin we zelf actief zijn, of het nou de universiteit is, of het nou bij de bom is, of waar dan ook, om te zeggen van nou, laten we nou streven naar perfectie. Of laten we nou niet naar perfectie, misschien, maar laten we streven. Waarom zouden we niet in Nederland het allerbeste knowledge transfer systeem hebben? Dat is mogelijk, dat is binnen ons bereik. Waarom zouden we niet in Nederland ondernemerschap zo vereenvoudigen? We hebben zelfrijdende auto's gezien, wat we in Helmond doen. Je creëert omgevingen waarin je die test kan doen. Dat kan in alle plekken, kan dat niet. We zijn pragmatisch, we zijn flexibel, we willen dit ook. En in Nederland vindt op zich innovatie leuk. Dus waarom zouden we dat niet doen? Waarom zou dit niet de markt zijn waar je drones kan testen? Het is allemaal mogelijk. Het zijn allemaal beslissingen. En als je met elkaar neemt, dan kan je die snelheid ook maken. Als we kunnen ook besluiten dat we dat niet doen, nou, dan hebben we een andere uitkomst. Maar ik geloof niet dat we nu kunnen zeggen, de race is gelopen, Amazon koopt alles op. Nee, Picnic komt op, haalt 100 miljoen op, gaat de retail industrie omver gooien als het aan hen ligt. En dat kunnen ze ook zij hopen zo snel te groeien dat ze voor dat Amazon zich hier vestigt, dat zij die markt hebben gepakt. Ja, misschien verkopen ze wel aan Amazon. Dan wordt Amazon uiteindelijk een bank. Dan kunnen ze één bedrijf aan de andere opkopen. En dan wat? Er komt iedere keer weer een nieuw idee op. En daar moeten we in blijven investeren. Ja, ik ben in ieder geval gelukkig dat ik die standpunten van u helemaal kan delen. Ik deel dat optimisme. Gepland is een gesprek met de leden hier. Laat ik maar eens beginnen of eindigen met studieportals. Edwin van Rest. Ja, jouw bedrijf gaat eigenlijk als een spier. Enorm omhoog, mondiale cijfers, enorme belangstellingen. Hoe groot is de kans dat jouw bedrijf nog in Brabantse handen is over 5 jaar? En niet eigendom is van de Facebooks of de Googles van deze wereld? Ja, die kans is wel heel erg groot. Die kans is wel heel erg groot. Dus ik zeg altijd tegen mijn collega's, op het internet heb je geen zilveren medaille. Dus we gaan voor goud. En als je de Amazon, dus onze ambitie is de Amazon van learning te worden. En dat is zo'n grote opportuniteit dat ik denk dat het niet handig is om een exit te doen of een strategische sale te doen. Want dan komen we onder de controle van een ander bedrijf waar we dan nog een klein deel zouden zijn. Dus als er een grote financiering komt, zal dat of venture capital zijn of een beursnotering. Omdat we graag onafhankelijk onze missie willen najagen. Okay. Kent u het bedrijf Studieportals? Nee, maar in wezen heb je natuurlijk. Ik heb een ondernemer die vindt zijn weg wel. Alleen de overheid doet heel veel moeite om dat soms tegen te houden. Heel veel instanties doen de moeite om dat tegen te houden. Soms met de beste intenties. Hè. Die worden waarschijnlijk doodgeknuffeld. En iedereen wil je waarschijnlijk laten spreken op evenementen. Of dan denk je van, waar kom ik nou ooit nog een keer toe aan een ondernemer? Maar ik denk dat we hebben heel veel, ook Adyen bijvoorbeeld, die heeft ons ook niet nodig gehad. We zijn heel sterk gegroeid. Maar als je ziet, als je het ontrafelt, ik heb ook wel eens met founders van dit soort bedrijven, dan vraag ik wel eens van, in jullie tijd toen er geen Startup Delta was en de overheid eigenlijk helemaal nog niet over startups had, had je het liever anders gehad? En zeiden ze allemaal van ja, ik had het liever anders gehad. Ik had liever anders gehad dat je de contacten kon leggen, dat het ons niet zo moeilijk werd gemaakt. Dus niet alles weer opnieuw moesten uitvinden, uitleggen, bij de Belastingdienst uitleggen hoe je werkt met opties. Of je, en dat is eigenlijk waar we echt al heel veel
meters hebben gemaakt. Dat iedereen er wel bewust is dat start-ups en snelgroeiende bedrijven misschien net iets anders zijn dan de traditionele MKB. En dat je in die snelheid ook misschien als bedrijfje van 2 jaar al overdenkt om naar het buitenland te gaan. Dat gewoon niet iets was waar EZ op ingesteld is. En waar heel veel, ook lokale spelers, hoe goed ze het ook bedoelen, gewoon niet op ingesteld zijn geweest. En ik geloof dat we die voortgangen wel hebben bereikt met elkaar. Daar zit een echte start-up ondernemer. De microchirurgie, de robots. Maarten, je hebt nou de kans om aan de ambassadeur van de start-ups in Nederland... Ja. De vraag te stellen die je altijd hebt willen stellen. Ja. Een van de irritatiepunten die we allebei hebben... is dat het universitaire bestel eigenlijk in Nederland... zodanig calvinistisch is ingesteld dat het heel moeizaam is... om mensen de gelegenheid te geven om zoiets te doen als wat ik nu doe. En daar moeten we politiek wel iets aan doen. En ik ben natuurlijk aan de bomen aan het schudden in Eindhoven... om daar dingen te veranderen. En ik hoop dat in Tilburg hier ook een beetje gebeurt... Terwijl we wel netjes alles transparant blijven doen. Want ik vind niet dat je uiteindelijk overheidsgeld mag misbruiken of moet misbruiken om particuliere initiatieven te ondersteunen. Dus je moet het wel scherp en transparant houden. Maar dat is een van de dingen die we toen samen al hebben benoemd vorig jaar in Las Vegas. En ja, wij vinden elkaar daar, denk ik. Ik zie dat universiteiten uiteindelijk het onderwijs en het onderzoek toch nog meer belangrijk vinden dan het ondernemerschap. En wat moeite hebben om daar een goede vorm voor te vinden. En als het dan gebeurt, dan wordt het gezien als een soort van profit center, terwijl dat niet is. Natuurlijk ook weer een investering. En het is dus ook heel moeilijk voor start-ups, als ze dan eenmaal uit de universiteit komen, om weer door te groeien en weer geld aan te trekken en zo. Nou, daar hebben we gewoon als universiteit en als ministerie van Onderwijs, als bestel, hebben we daar gewoon alle mogelijkheden om daar verandering in te brengen. En nou, Emiel Aerts, is hij hier? Hij is ziek. Nou, die zat ook in een bijeenkomst en toen stelden we ook de vraag van waarom zouden we niet binnen 5 jaar het beste land zijn voor knowledge transfer? En toen zei hij volmondig, ja, dat moeten we worden. Nou, dus moeten we daar maar aan houden. Want dat betekent ook dat je iets als universiteit iets loslaat. En een zekere mate van controle loslaat. En het is een ongelooflijk moeilijk proces. Want iets vanuit de universiteit, vanuit het onderzoek omzetten naar iets wat de markt in moet gaan. En waar je niet 1000 bloemen laat bloeien, maar je focust op die ene misschien. Of we hadden investeerders ook rond de tafel die zeiden, we willen maar 3 willen we bedrijven. We willen niet 100 innovatieve bedrijven. Innovatie is allemaal leuk, ideeën allemaal leuk. Maar geef mij maar 3 goede ondernemers of 1 goede ondernemer die echt doorgroeit. En je gaat naar een heel ander denken toe. Dus je komt uit de universiteit en dan moet je doorgroeien als bedrijf. Misschien moet je er wel een ondernemer bij zetten. Misschien, het gaat veel meer ook om inderdaad om geld maken en om groeien. En dat is helemaal niet vies. Als je niet geld maakt, dan gaat je bedrijf ook nergens naartoe. En dan zijn er toch nog mensen om de tafel die zeggen van ja, maar wacht even. Het gaat ons niet om winstoptimalisatie. Nee, u misschien niet, maar zo'n bedrijf hopelijk wel. En dat zijn allemaal vieze woorden. Dan komen er allemaal dingen in die discussie naar voren waarvan je denkt, ja, nu begrijp ik ook waarom het allemaal zo moeilijk is. Zoals de wist ik ook niet als concept, de professor met een Ferrari. Dat is blijkbaar een heel erg moeilijk iets. Maar stel je voor dat je zo succesvol dat je een Ferrari kan kopen, dan ben je bij je collega's helemaal afgeserveerd. Nou, dus dit soort van naijver en zo, dat is wel heel moeilijk om te bevechten. Dus ik geloof het wel dat heel belangrijk is dat ja, Martin en anderen gewoon die voorbeeldfunctie wel durven te nemen en te zeggen van oké, ondernemerschap is mooi en je helpt daar bedrijven verder, je gaat daar mensen mee aan het werk helpen, je zorgt dat die technologie niet in universiteiten blijft, maar mensen echt gaan helpen. Robots, medische robots maken mensen beter. Auto's die gaan minder slachtoffers op de wegen maken, nou, noem maar op. Die technologie wordt ingezet om onze maatschappij beter te maken. En daar heb je gewoon ook ondernemers voor nodig. En ondernemers zijn er een deel van en die integratie is moeilijk, maar daar moeten we wel met elkaar, denk ik, hard aan werken. Mag ik daar nog op reageren? Ik ben het daar helemaal mee eens. Wat ik zie is dat een ecosysteem bestaat uit verschillende elementen. Hè. Je hebt de start-ups, je hebt de universiteiten, je hebt de overheid, je hebt de corporates. En we zijn allemaal heel goed in het doen van ons ding, zeg maar. En we hebben duidelijke grenzen van wat wij doen en wat de start-ups doen en wat de corporates doen. En ik zie te weinig, en dat vind ik typerend voor een goed werkend ecosysteem, juist die samenwerking tussen al die elementen. En dat zien we, dat proberen we wel en dat kunnen we misschien steeds beter, maar daar zouden we ook uniek kunnen zijn in Nederland, als we dat goed onder de knie krijgen. Ja, Nederland
vind het heel... Nederlanders gaan heel graag met elkaar om de tafel zitten. Dus het is heel makkelijk om publiek-privaat samen te werken. Of in ieder geval te overleggen. Daar zijn we heel goed in. En dan sluiten we een convenant en dan doen we van allerlei leuke dingen met elkaar. Maar als het gaat om executie, uitvoering en dan doorpakken. En iemand, één iemand is van die rond de tafel zat, is opeens heel succesvol. Dan vonden we het opeens niet zo'n goed plan. En dan in plaats van denken, nou fantastisch, want er is echt een heel groot succes uit voortgekomen. Nee, wacht even, ik zat daar ook bij en ik heb niet geprofiteerd ervan. En wij zijn heel goed om iedere keer de taart in nog kleinere stukjes te verdelen en er een vlaggetje op te planten. Wij merken dat nu bijvoorbeeld. Wij heten Startup Delta. Nou, dat heeft ze ooit bedacht en ik kan zo je besparen hoe dat tot stand is gekomen. Maar het is een hele onhandige naam, want in het buitenland begrijpt niemand wat Delta is. Er staat nergens Dutch in of Holland of wat dan ook. En start-ups zegt iedereen, en dat is wat waar we nu vaak tegenaan lopen. Oh, maar jullie zijn er voor de kleine bedrijfjes, voor de starters. En dus we gaan een nieuw iets opzetten. We gaan nu scale-up Delta gaan we beginnen. En dat gebeurt ook in het ministerie. En dan zeggen van, nou, dan heb je nog MKB. En heb je nog, je zult het niet geloven, maar je hebt dus binnen economische zaken heb je een afdeling voor de ambitieuze ondernemerschap. Nou, ik dacht dat alle ondernemers ambitieus waren, maar je hebt dus blijkbaar een subcategorie van ambitieuze ondernemerschap. En dat verdient ook weer zijn eigen vlaggetje. En zo maken we, in plaats van dat met elkaar de taart te groeien, proberen we die taart iedere keer in fijnere stukjes te verdelen en er ons eigen vlaggetje op te zetten. En dan komt er een vereniging omheen. En die vereniging die gaat zich ook weer manifesteren. En dan heb je heel veel kleine verenigingetjes. En dan komt er weer een koepelorganisatie. En die koepelorganisatie die gaat ook weer organiseren. En die gaat met al die verenigingetjes gaan ze overleggen. Ondertussen zit er een laag ondernemers onder die daar helemaal niks mee te maken hebben. En we creëren laag en laag naar elkaar. Allemaal met de allerbeste intenties. Maar af en toe moet je ook kijken naar wat is nou je output. En als je output uiteindelijk is dat je heel veel vergaderd hebt en heel veel hebt overlegd en convenant hebt gesloten, is dat misschien niet het doel wat je samen moet nastreven. En dus af en toe een wake-up call van waar doen we dit eigenlijk allemaal voor? En dat je soms misschien dingen niet alleen maar in één stad moet doen, maar met elkaar samen. Dat je misschien moet kijken van kunnen we een paar van die lagen weghalen en kunnen we kijken waar het echt om gaat. En dat is in het geval de ondernemer en de wetenschapper. Hoe die met elkaar samenwerken en het bedrijfsleven tot komen tot dingen die echte impact hebben op de levens van mensen. Dankjewel. Het mooie nieuws is dat er nu een interbestuurlijk programma afgesproken is. Tussen het voltallige kabinet en alle gemeenten en provincies in Nederland en de waterschappen. En daarin gaan we dat soort bureaucratische ontwikkelingen gaan we proberen te omzeilen. En voor wat betreft de regionale economie krijgen de provincies in Nederland de lead. Dus we gaan het proberen. Overigens valt me ook op dat de meeste ondernemers niet zozeer last hebben van de bureaucratie bij de overheid, maar vooral dat de regelgeving niet meer toegepast is voor de ontwikkelingen die zich voordoen. En dus moeten we echt, en ik weet dat bijvoorbeeld Frans Timmermans, Europese commissaris, daar de grote voorvechter van is, maar ook in Nederland moeten we echt een soort taskforce hebben die heel snel op het moment dat een nieuwe jonge ondernemer geconfronteerd wordt met wetgeving, die hem echt voor de voeten loopt, kijkt hoe we die kunnen omzeilen. Misschien voordat u vertrekt, nog een paar, ik weet dat u alleen maar wijze woorden uitspreekt, maar nog een paar dingen die u ons mee wilt geven op het eind. Nee, helemaal niet. Nee, dit is namelijk een andere, en dit is ook nog een anekdote. Werd me dat verteld. Dus je hebt in Nederland heb je nu, in de economische zaken heb je de afdeling regeldruk, maar je hebt ook de afdeling ruimte binnen regels. En die komen nu in twee verschillende directoraten terecht. Dus ik vond dat echt wel heel mooi. En ik dacht, als je dan hebt, dan moet je ze dan tenminste in hetzelfde directoraat hebben. Maar ik dacht, hoe werkt dat eigenlijk? Dus als ik de regel niet kan afschaffen, ik heb regeldruk, maar ik schaf hem niet af. Ga ik dan naar de volgende deur en zeg ik van, nou sorry, maar heeft u misschien ruimte binnen deze regel? En ik dacht, nou misschien is dat wel Nederlands pragmatisme. Dus we schaffen de regel niet af, maar kunnen we dan misschien ergens ruimte creëren binnen de regels? Misschien is dat ook zo. Misschien kunnen we die bureaucratie niet afschaffen. Misschien kunnen we dan een departement starten met ruimte binnen de bureaucratie. Wie weet.